rechtervoet pak je rustig op. Die zet je heel rustig tegen het midden van je linkerdij. Rustig ademend naar de tree. Maak je geest leeg. Concentreer je op je balans. Madelon! Jezus, Doos! Wat ben jij er weer aan het doen? Ja, Jezus, hé! Hey. Hoe ziet het eruit? Ja, als een overjarige feut met een muffintop die zich opnieuw laat ontgroenen. Thanks. Anytime. Rust. Ik ben zwaar gegaan de laatste tijd, joh. Ik doe overal het licht uit. Ja, ik hoorde al van Ben de P dat je vet over je hachel was gegaan bij een of ander festival. Ja, Potifar. Dat was echt onwijs gezellig. Maar je gaat je hier toch niet en plein publiek laten afpeigeren? Ik bedoel, wat een popershow, zeg. Nee, maar dit is Urban Yoga Bootcamp. Dat is echt 6 weken voor 30 euro. Het is helemaal current, hoor. Oh, hoor. Nee, maar ik moet gewoon een beetje fit worden, weet je wel. Ja, van je scharrelspek af zou je bedoelen. Nee, ik heb een nieuw aanduurtje. En die is nogal sportief. Met wie heb je nou weer lopen batsen? Nee, die ken jij niet. Tuurlijk ken ik hem. Ik heb waarschijnlijk gedumpt. Oh, nou, hij heet Valentijn en hij Jezus, Doos! Valentijn Poven Wieldrecht! Wat moet jij met die apaat? Dat is een onwijze collegehengst. Madelon, doe je even mee? Ah ja, sorry. Wij gaan naar een zittende positie. Hou je muil, droeftoeter. Zie je niet dat zij in gesprek is? Hé, maar Fleur, heb jij nog een beetje festival gehopt de laatste tijd? Ja, tussen de hert en tames door. Even kijken. Dekmantel, appelsap, persikvla, Rainbowland en dode mus in Bloemendaal. Ah, chill. Nee, ik ben nog een paar keer naar Pauwpop geweest. Oh, was dat? Ja, nee, dat was echt golden. Het was echt themafeest en alles. Gekostumeerd. En Bouw en Ro, die hadden echt lekker wat te snatsen bij zich, weet je. Gliepers, wappies, snauzers, oordopjes. Trouwens, ga jij nog naar Moetiefest? Ja, alleen de zaterdag. Ik moet nog even vrijkaartjes zien te cheffen. Oh, trouwens, kutje Bev. Dat festivalterrein ligt wel heel erg afgelegen, hè? Wel, nee, Muts. Gewoon met de pont, ben je er zo. Hey, by the way, gaat er nog stuiterkruid mee? Stuiterkruid? Ja, als er niks te niffen valt. Ik bedoel, om lekker te jotsen en knotsen. Oh, qua dansmedicijnen. Ja. Nou, ik kan aan zich wel aan een paar wappies komen, ja. Top, top! Hey, en Gerrit? Ik ken geen Gerrit. Jawel. Gekke Henk en Bert. Wie zijn al die lutsers? Fleur, gaan er ook gehaktballen mee? Af en toe twijfel ik echt aan jouw verstandelijke vermogens, Madelon Jaarsma. Doos, geil, hemels, bronwater, GHB! Jezus, Hannie Schaft met je geheimtaal. Wie? Het meisje met de rode doos. Ah, oh, ken ik niet. Speaking of doos, ik baal er een beetje van dat ik weer het paard van Troje ga zijn die heleboel het festivalterrein op moet zien te voezelen. Ja, maar weet je, jou checken ze niet, Fleur. Ze durven jou niet te checken. Ja, loop ik weer voor 10 man met pillen in mijn pruim? Kan ik weer de eerste de beste dik zien om de titsers uit mijn string te vissen? Ja, maar jij kan dat gewoon heel goed. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat de boel door mijn vingers tjoept, hè. Dus nu mag iemand anders eens een keer tot aan zijn elleboog in zijn stront vatten om de pillenpret veilig te stellen. Madelon, doe je nog mee of hoe zit het? Ik ben kapot. Oh, hallo Fleur. Namaste. Hoi, dinges. Hoe is het? Nou, de ergste fik is eraf. Ik kan inmiddels weer zitten. Maar ik zou de boel nog even goed laten checken als ik jou was. Maar ik stuur die pusher vanavond wel even bij je langs. Dan rekenen we later wel af. Ja, maar jezus, hey, maar hoe moet dat dan? Ik bedoel, qua check bij de ingang en zo. Ja, gewoon snoepgoed in een boterhamzakje. Een pedaalemmerzak in jouw geval. Goed prakken, slip eroverheen en dan donde esta la fiesta. Oké, ik zie je tegen 10 wel bij de shawarma car. Ja, later. Jezus man, trek je broek op. Kijk recht in je 10e chakra.